Het aantal verkochte nieuwbouwwoningen is in het eerste kwartaal van dit jaar met 34% gestegen in vergelijking met een jaar daarvoor. Ja, best fors. In totaal werden er 4400 nieuwe koopwoningen verkocht. En ook stijgt de huizenprijsindex. Dat is opgebouwd uit de nieuwbouw en bestaande koopwoningen met 3,6%. Blijkt uit nieuwe cijfers van onder andere het CBS. Maar die stijging met 34% ten opzichte van vorig jaar, ik heb het idee dat dat wel een beetje vertekent. We gaan erover praten met hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer van de TU Delft. Goedemorgen Peter. Ja, goedemorgen Ivo en Margiel. Vorig jaar was het dan ook wel echt een dramatisch jaar, hè? Het eerste kwartaal. Ja, dat was echt heel, vooral dat kwartaal was heel slecht. Ten opzichte van het kwartaal daarvoor, mm -hmm. dus 2022, uh, was het met uh, 43% teruggezakt. Dus ja, die 34% is, is, een, is een mooi herstel, maar het is nog steeds niet heel hoog hoor. Nee. Als je natuurlijk 4400 woningen in een kwartaal, dat, ja, dan kom je op. Uh, 22.000, als je dat vier keer zou doen. Dus dat is nog steeds erg laag. Ja, nog steeds erg weinig. Hoe, hoe, hoe komt dat, dat, dat herstel zeer beperkt is? Nou, het herstel. Ja. Nou ja, het herstel is er omdat er omdat er oplopende schaarste is hè, in bestaande bouw. En, en dat kost natuurlijk gewoon tijd ook om die nieuwbouw. Uh, ter, uh, voordat het weer op niveau komt. Daar dat, zit natuurlijk best wel wat tijd in. Mm -hmm. uh, de bouwvergunningen zijn natuurlijk ook heel ver uh, teruggezakt. Dus ja, dat, uh, dat duurt eventjes voordat dat weer op dat niveau van... Uh, een pak een beetje drie, vier jaar geleden zit. Ja, ja. En dat duurt dan dus ook een jaar of... Uh, nou, twee, drie, vier. Iets, iets zoiets dergelijks. Ja, nou ja, wij meten zelf de garantiecertificaten van nieuwbouwwoningen... en die zien we echt wel spectaculair stijgen dit jaar, hoor, met 50%. Maar goed, dat was ook van 9.000 à 10.000, was dat teruggezakt naar rond de 4.000. Mm -hmm. En we zien het ook wel de laatste maanden redelijk stabiel. Dus dan zou je, ja, dan kom je uit op zo'n 6.000 uh, uh, nieuwbouwcertificaten... Mm -hmm. Ja, dat, dan is dat nog steeds is dat, is dat lager dan de jaren ervoor. Maar het is wel duidelijk, uh, trekt wel weer wat aan. Maar het was ook wel erg ver weggezakt, dat ja. moet je constateren. Ja. Ja. Als ik dan kijk uh, over die, uh, uh, ja, die prijsindex, dat is een beetje een moeilijk cijfer. Maar dan staat er uh, prijzen van nieuwbouwkoopwoningen die waren 1,4% hoger dan een jaar eerder. Maar de gemiddelde verkoopprijs mm -hmm. is dan weer gedaald. Hoe zit dat? Ja, dat, dat kan met het pakket te maken hebben. Er zijn wat meer, of dat wist we wel zeker, er zijn wat meer betaalbare woningen tussen de 3,5 en 5 ton zeg maar, verkocht. Ten opzichte van een aantal jaar geleden. Dus, dus je ziet wat meer aanbod. Ook die markt die past zich natuurlijk aan als het slechter gaat. Dus, dus dat, is, dat is de verklaring. Wat je wel ziet, de NVM heeft ook nieuwbouwcijfers. En dan zie je dat de laatste anderhalf jaar dat prijsniveau in de nieuwbouw wel redelijk constant is. Dus dat is maar heel klein beetje toegenomen. Zeker ten opzichte van de bestaande bouw. Dus de verschillen tussen die bestaande bouw en die nieuwbouw... die worden wel steeds kleiner. En dat is natuurlijk gunstig voor de, voor de nieuwbouw. Ja. Uh, CBS zet die cijfers ook in Europees perspectief. Hoe doen we het dan als we kijken naar uh, prijzen van uh, woningen? Ja, de, 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 ze hebben gekeken naar het kwartaal en daar zitten ja. natuurlijk enorme fluctuaties in. Dus Polen zat inderdaad op plus 18 en Luxemburg Goh. op min 11. Ja, en dan zitten wij op 3,6 en Euro Europees gemiddelde 1,3. Maar ik heb nog eens even naar de OESO-cijfers gekeken van de laatste paar jaar. En dan valt toch wel op dat Nederlandse prijsstijgingen samen met Duitsland ja, toch wel onder dat Europees gemiddelde liggen. Dus een aantal ja. landen zoals Spanje, Ierland. Maar gaat, is het allemaal veel harder gegaan. Dus dat betreft, uh, valt dat bij ons uh, dan nog mee als je dat in, in oeso verband vergelijkt. Ja. En bij ons zijn de bouwvergunningen wel, ten opzichte van die andere landen redelijk fors teruggelopen. Dus, dus dat, uh, ja. dat is dan wat minder goed. Ja. Dank voor deze analyse bij de cijfers. Hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer van de TU Delft.